Het EFS College COVAP heeft vandaag 86 nieuwe afgestudeerden afgeleverd. Het gaat om studenten van de basis, postbasis en HBO verpleegkundige en health management opleidingen. Jenny Johns Christopher, onderdirecteur van de cluster onderwijs van COVAP, drukte de geslaagden op het hart om bij het uitoefenen van hun beroep altijd te putten uit de kennis en kunde die ze hebben meegekregen tijdens de opleiding. Want Suriname rekent op je. Suriname rekent op jullie. Ik ga daar niet te veel woorden aan besteden, maar hou dat goed in de gaten. Hou dat goed voor ogen. Je nieuwe levensfase begint. Ook hier zal je leren en je zal zelf skills verder moeten ontwikkelen. Want de school kan je een heleboel dingen leren en bijleren. Maar weet je, uiteindelijk is het echte leren op de werkplek. En dat zal je ook hebben ervaren in de stageperiode. Dat het afwijkt en je zal denken, ja, maar op school leer ik dit. En wanneer ik daar aankom, zeggen ze het zo, 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 zo. Maar dat is het leven. En dat geldt voor alle beroepen. De geslaagden werden herinnerd dat bij het uitoefenen van hun beroep zij een geheimhoudingsplicht hebben. De directie van COVAP wenste de pas afgestudeerden veel succes toe.